Hallo allemaal, leuk dat jullie er weer zijn. Welkom op mijn kanaal, ik ben Nathalie en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Het is alweer vrijdag, wat gaat de tijd toch snel. Nou moet ik zeggen dat het wel eventjes wat moeite heeft gekost om deze video online te krijgen. Want ik was met allerlei dingen bezig. Ik heb bijvoorbeeld hier achter mij een heel hoekbureau gemaakt. Daar moet nog dezelfde plakplastic op komen als dat hier op zit. En daar ben ik mee aan het klussen geweest. Ik had zulke kokosbowls, die had ik toen ooit gekocht bij Plantenherten, dus al 2 jaar geleden. En ik wilde daar een keer een plankje van maken. En er is er nooit van gekomen, dus die heb ik nu eindelijk opgehangen. En zo zie je maar, in quarantaine word je gewoon creatief. Tenminste, ik wel. Ik ben benieuwd of jij ook creatiever bent geworden in deze periode. Zo ja, schrijf dan even hieronder wat jij allemaal al hebt gemaakt, waar je anders nooit geen tijd voor hebt gehad. Ik ben heel erg benieuwd. Of misschien heb je wel heel veel klusjes uitgevoerd waar je eerder gewoon niet aan toe kwam, maar nu wel. Heb ik natuurlijk afgelopen periode dat hamsterverblijf gemaakt. Nou, Nala is er nog steeds ontzettend blij mee. En je ziet gewoon het verschil als hamsters een traliekooi hebben en ze doen heel veel aan tralieknagen. Kijk dan alsjeblieft even naar een groter verblijf. Naar een heel groot aquarium vanaf 1,20 meter ongeveer het liefst. Voor een Syrische hamster. Of anders zoiets als wat ik heb gebouwd. Heb je dat nog niet gezien? Kijk dan nog even naar die video. En dan kun je ideeën opdoen. Je kunt materialen kun je zat vinden bij een weggeefhoek of op marktplaats. Toets ze in gratis en dan een aantal kilometers bij jou in de buurt. En zul je zien dat er heel veel spullen gratis op te halen zijn. Van hout, misschien een plexiglas. En als je dat iedere keer eventjes kijkt en je denkt van hey, dat kan ik wel daar of daar voor gebruiken. Zo heb ik bijvoorbeeld ook die hele kattenren gebouwd. Zo kwam ik dus aan golfplaten via de weggeefhoek, aan gaas, dat is eigenlijk een partytent en een pergola. En dat heb ik dan allemaal aan elkaar gemonteerd. Ik heb een hordeur gebruikt. Eigenlijk allerlei materialen die weggegooid werden. Daar heb ik dan weer wat anders van gemaakt. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus, en dat blijf ik ook zeker doen. Hier achter mij bijvoorbeeld daar zie je een kastje. Die is van de IKEA. Die wordt eigenlijk andersom met zo'n boogje erop. Daar heb ik anti-slipmatje in geknipt. En daar heb ik eindelijk mijn kalimbasjes in gezet. En ja, ik moet nog steeds oefenen op die dingen. Misschien dat ik daar eens een keer tijd voor moet nemen. Het bureau ook. Dat was ook een oud bureau van IKEA. En daar heb ik zelf nog een plank bij gemaakt. Nou, als je dan gewoon leuk plakplastic aanschaft, kun je dat helemaal gaan beplakken zodat het één geheel wordt. Dus dat moet ik dan nog gaan doen inderdaad. Dan heb ik hier nog een schuifwand liggen. Die schuifwand, daar wil ik nog allemaal luikjes voor maken boven voor het raam, zodat ik een soort zonnewering heb. En ik heb dat in één keer bedacht om dat te gaan doen. Maar ik heb geen idee of me dat gaat lukken en of dat goed uit gaat pakken. Maar ja, ik zeg altijd maar zo, als je het niet probeert, dan weet je het niet. Wil je dat nou ook? Probeer het gewoon. De spullen zijn gratis. Ja, wat kan er aan verkeerd gaan? Je kunt het altijd eens proberen. Doe ideeën op. Zoek eens op internet bijvoorbeeld een hamsterverblijf maken of een caviarverblijf maken. En dan kom je de meest leuke ideeën tegen. Die vaak gewoon van oude kasten, van planken, van alles gemaakt kunnen worden. Wat ik heel erg leuk vind is om te zien dat mensen inspiratie halen uit de dingen die ik heb gemaakt. Ik heb al geregeld berichtjes gehad, ook op Instagram. Kijk eens wat ik heb gemaakt, kijk eens wat mijn vader heeft gemaakt. Want ja, jij hebt dit gemaakt en nou mocht ik dat ook. En dan krijg ik allemaal beelden binnen van mensen die dingen hebben gemaakt. Dat vind ik echt super, super leuk om te zien dat mensen daar inspiratie uit halen. Zelfs mijn caviaflat is bijna helemaal hetzelfde nagemaakt met hetzelfde plakplastic op de achtergrond en alles. Dus dankjewel daarvoor. Ik vind het hartstikke leuk. Bedankt voor dat jullie daar inspiratie uit halen. En ja, ik hoop dat jullie daar wat aan hebben. Voor vandaag heb ik nog allerlei beelden en die laat ik nog even aan jullie zien.
wasmachine staat eraan met de kleedjes. Ja, dat moet wel iedere keer gebeuren. Jullie hebben al gehad. We hadden de kavia concert tussen de trap voor. Dat weten ze nu precies, hè. Kleedjes aan. Ik ga nu even lunchen. Wortels. Mag hier een censuurplaatje overheen? Wat is dit van een wortel? Ik ben een wortelcake aan het maken van deze cake mix. Bij Albert Heijn vond ik deze. En er staat dan wel op dat er ei in moet. Ik heb daar eivervanger voor gebruikt. Dat is deze. Ook te vinden bij Albert Heijn. Je kunt in plaats van eivervanger ook appelmoes gebruiken of banaan. Er zijn nog wel meer mogelijkheden, weet ik zo even niet uit mijn hoofd. In ieder geval, ik heb deze. Er moesten dan 4 eieren in, dus 4 scheppen van dit met 8 scheppen water. Deze mix, ik heb er zelf nog dan wortel aan toegevoegd en wat zonnebloempitjes. En dan ga ik het in de oven zetten. Er moet bijna een uur in de oven. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit gelukt is, de allereerste keer dat ik dit heb gedaan. Wordt vervolgd. Nou, het is wel te eten, maar hij werd niet dikker dan dit. Dus het lukte niet helemaal en dat heeft waarschijnlijk te maken met die egg replacer, denk ik. Of ik heb er gewoon te veel grove dingen in gedaan, waardoor het te zwaar werd, weet ik veel. Het is in ieder geval wel lekker, maar het ziet er niet echt uit als een cake. Ik heb de slakjes er even uitgehaald. Die heb ik even op calciumpoeder gezet. Dat doe ik heel soms. Dan kunnen die kleintjes eventjes aansterken. Dat zijn jongen van deze. Maar ik kwam dus eieren tegen de bak. En dan zal ik even laten zien hoe groot of die eieren zijn. We gaan eens even kijken. Kijk eens hoe groot. Gele eieren. Ik zal ze even hier neerleggen en dan gaan we even tellen. 1. 12 gele eieren. Nou, wat je hier dus mee kunt doen, dat is je kunt ze pletten en dan weggooien. Je kunt ze ook in de diepvries doen, dan kunnen ze niet uitkomen. Er zit nu gewoon vocht in die eieren, er zit nog geen slakje in. Ik zal even kijken of ik dat kan laten zien. Als je hem kapot maakt, zit er gewoon vocht in. Er zit nog geen slakje in, het is alleen nog maar vocht. Dus dit kun je gewoon kapot maken en dan kun je het weggooien. Of je kunt het aan de slakken geven, dat ze dit weer opeten. Ik doe dat liever zelf niet met zulke grote eieren, want ik ben bang dat het toch gaat rotten in de bak. Dus ja, helaas, ik gooi het weg. Die eieren kun je er dan dus uithalen. En
Senus, agatina, maginata, ovum, eieren. Als je zelf maar een paar slakjes hebt en je denkt van ik wil er twee uit laten komen, kun je er twee uit laten komen bijvoorbeeld. Dan moet je zelf weten. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je een handeltje gaat beginnen ermee. Dat is niet goed. Bovendien, en dan krijg je elke keer eieren van dezelfde slakken en dezelfde jongen. Die blijven dan op een gegeven moment klein, die worden zwak. Weet je wel, dat moet je gewoon niet willen. Mensen die met die dieren hebben gekweekt, die hebben allerlei soorten, verschillende slakken van allerlei andere ouders. En die kruisen ze dan weer met elkaar. En dan krijg je gewoon nog wat sterkere slakken. Maar in dit geval, als je gewoon zelf slakken hebt en er komen steeds jongen uit, dan worden die jongen worden daar ook niet sterker van. Dus wat ik kan doen nu, dat kan ik, misschien is dat wel leuk om te filmen. Ik kan, even mijn hand schoonmaken. Ik kan twee eieren in de bak laten liggen, of drie. Drie, want ik weet niet wat eruit komt. Ik kan er drie in de bak laten liggen. Neem ik even de grootste eieren. Eén. Twee. Drie. De grootste eieren. Die laat ik dan gewoon hier liggen. Dan weet ik dat het in dit plekje dat de eieren liggen. En dan gaan we kijken of ze uitkomen. En dan kun je zien hoe ze hard of ze groeien. Dat is misschien wel leuk. En dan deze die ga ik pletten en die, die gaan nou weg. Ja. Leo. Je scheelt wel redelijk mooi, hè? Ja. Die worden zo groot ook. Ik ga even mijn eigen iced tea proberen te maken. Ik heb twee sinaasappelthee zakjes erin gehangen. Ik heb citroen uitgeknepen en een stukje citroen erin. Een stukje munt en gember. En dan ga ik er water bij doen. En dan laat ik het afkoelen en dan in de koelkast. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Het ziet wel gezellig uit in ieder geval. Ik ga het gewoon helemaal vol doen. Dan laat ik het trekken en dan heb ik mijn eigen iced tea. Dat ik dat later in de kan. Het ziet er wel heel leuk uit. Nou, succes. Succes, thee. Slijmbal. Slijmbal. One day in your life, you need a kiss like Shuja. One day in your life. En zo zijn we alweer aan het einde van de video. En dan moeten we weer wachten tot woensdag door een nieuwe video. Vergeet dan niet te kijken, weer om 4 uur. Dus elke woensdag en vrijdag om 4 uur een nieuwe video online. En dan wens ik jullie voor nu een heel erg fijn weekend. En tot de volgende keer. En vergeet niet te abonneren en te liken alsjeblieft. Dankjewel. Doei doei, fijn weekend. Nada.